Oké, mensen. Wij gaan jullie eventjes een kort verhaaltje vertellen. Het is vandaag... we zitten hier natuurlijk nog steeds op die camperplaats van de Kolken. Met die hele mooie winkelboerderij erbij. En we gaan een stukje lopen, want we hadden afgesproken, we gaan vandaag, wat er gebeurt, we gaan vandaag naar Deventer. Ja. Maar ja, Deventer, 11,5 kilometer. En als jullie straks zien, het is ongelooflijk mistig. Het blijft ook maar mistig. Er is niet zoveel aan. Af en toe regen. Dus we gaan gewoon even een lekker stukje lopen. En dit is de laatste dag dat we hier zijn. Ja, want morgen gaan we naar huis. Morgen gaan we naar huis toe. En gisteren hebben we dan geen video geplaatst. Maar ik wilde het jullie toch vandaag niet onthouden om iets te laten zien. Ja, we willen gewoon vanavond wat te doen hebben. Ja, want ik heb me gisteren gek verveeld. Dan zit ik altijd lekker op mijn computertje de film te maken. En nu had ik dat niet. Dus, dan moest je het nieuws kijken van me. Nu moest ik verplicht het nieuws kijken. En M moest ik ook kijken. Nou. Maar we doen nu een groot rondje. Ja, we doen een groot rondje. Lopen, hè? Lopen. Ja, want ik heb de Xinga Trotters heb ik alweer terug in de knaus gezet. Want die doen we s'avonds altijd, doen we een zeil eroverheen. En alles is drijf en drijf nat. Ja, dus dan is het nu wel droog in de garage. Want de garage is ook lekker warm binnen. Dus we gaan even lopen. Ja, die kant op. We gaan die kant op. Jullie gaan het nog eventjes zien. Een paar fragmenten laten we nog even zien voordat we afsluiten. Oké. Nou, zeg het eens maar gewoon. Wat je hier in deze omgeving ook veel hebt, er wordt ook mee gepromoot, klompenpaden. Ja. Dat is particulier. Ja. Dat is door vrijwillige opengestelde paden. En dat gaat echt overal door de velden en zo heen. Oké, leuk. En het is klompenpaden, je ziet. Heel smal. Wacht, en we zien ook regelmatig mensen lopen. Ik heb hier dit eerst even doen. En dan... Hey. Ja, dit is het klompaden, kijk. Hey. Welke bomen? Kijk. Ja, die knotwilgen. Huh? Die knotwilgen bedoel jij? Ja, hier. Ja, prachtig, mens. Nou, je ziet het, het is nog dampig, maar het is niet koud. Nee, het is zeker niet koud. Het scheelt een jas met gisteren volgens mij. Ja, eergisteren. Ja, eergisteren zeker. Dat was waterkoud. Ja. Nou, hier hebben we dan weer zo'n verhaal van, wat is het? Oh ja. Oh, nou, kun je wacht even. Maar goed, doe eventjes... Oké, ik heb even via Picture This, die app, hebben we eventjes dit gefotografeerd om te kijken wat het is. En Mago? Nachtschade. Aardappel, ja. Nachtschade. Nou, nah, dit zijn gewoon aardappels. Dat wisten wij niet. Moet je daar. Jongens, we zijn ook wel echt een stel leken hoor. Dit zijn krieltjes. Wij kennen die andere blaad. Ja. Ik zal eventjes de screenshot die ik gemaakt heb van Picture This. Dat ik die foto nam ervan. Die zal ik even laten zien. Die zal ik even tussen plaatsen. Gaan we weer? Ja. Zeg het nog eens, Margot. Kijk dan. Wat was er met die... Moet je ze even zien. Maar de grote bessies nog. Ja. Kleine natuurkerstballetjes. Kijk, en daar zo ook een leuk... alles een beetje... Ja. We hebben bij de co-op een blikje soep gehaald. Twee. Ik zal normaal maken we altijd verse soep, maar... Ik pak het aan. We hebben nou makkelijker bliksoep gehaald. En eten we vanavond lekker soep met een broodje op de laatste avond. Ik had eigenlijk een hele lekkere goulash zelf gemaakt. Maar mijn gozer, dan eten we dat wel morgen met aardappels. Kijk, en mijn gozer, die ziet een eendje. Kwak, 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 die is gek op eendjes. Nou, we hebben even gekeken op Picture This. En mijn gozer, vertellen, wat is het? Een meidoorn. Ja, een meidoorn. Ja. En kijk dan, en ik denk dat het vogeltjesvoer is, daar is er eentje open. Ja. Dat lijkt wel vruchtvlees. Ja. Dus kijken we die wielkos. Ja, hij is helemaal vol. Gaaf. Mooi hoor. Jezus. En zijn we met pensioen, gaan we eindelijk leren hoe de bomen en de struiken eten. Kijk, en dan komen we hier bij Snack Corner, het hoekje. En... Oh, kijk dan, open paddenstoelen. Kijk dan. Oh ja. Zo. Dit is een boom geweest. Ja, even kijken, kan hoor. Zeggen, ja. En kijk, die hebben ze uitgezaagd. Wat grappig, hè? En kijk, zelfs daar groeien paddenstoelen. Kijk dan. Ja, wacht even. Waar groeien paddenstoelen? Ja. Daar. Oh, ja. Hier zo? Ja, dit is over een paar jaar helemaal weggeteerd natuurlijk. Ja.
zal er ook wel. Maar kijk, dat is leuk, dat is een uil. En dat is een uil die daar zit. Even kijken hoor, die daar zo, ja. En die andere uil ook. En wat is het dus? Horen, zien en zwijgen. Juist, goed zo, Margo. Heb jij goed gezien? Oké, we gaan weer verder. Oké, Margo, wat zie je voor iets bijzonders? Nou ja, dit is een, denk ik een hele oude herberg geweest. Ja, dat want is het ook. Kan je hier aan zien. Ja, ik zal hem even dichterbij halen, dat is wel heel leuk. Dat plakkaatje, de Beerherberg, te Voorst. Ongeveer 1660 tot 1870. Ja. En het is nou een mooi woonhuis. Ja, was dit een herberg? Wat allemaal leuk. Musjes die denk onder de dakpannen te wonen. Ja, dat denk ik ook. Ja? We kwamen hier uit de heer. Natuurmonument. Kijk, want daar heb je dat. Ja, een rijksmonument zeker. Of een rijksmonument, ja. Ooievaar. Ja. Kijk, dat kom je ook zomaar tegen. Misschien hebben we deze ook vanmorgen wel gezien in het veldje bij ons achter. Ja, nee. Ja, ik weet het niet. Hij zit wel zielig alleen. Ja, hij zit zeker zielig alleen. Ja. Hij zit daar heel alleen, Kerstpoets. Oh nee, ik mocht niet meer zingen. We maken even met Picture This er een foto van, maar dat is niet nodig. Kijk, en in het land staan beestjes. Oh, koetjes. Oh, je kan ze bijna niet zien. Wacht even, kijk. Niet ze staan, ze liggen. Hè? Ja. Staat er eentje. Wauw. Mooi beestjes. Ja, zeker. Merk je dat het weer miezert? Ja. Jongens, en er is hier een vervoersverbod. Het is weer wat minder, hè? Ja. Is dat pluimvee? Is dat varkens? Ja, er is alweer een of andere kippenziekte ontdekt of zo. Dat kippen geruimd moesten worden. Dus hier is een vervoersverbod. Ze mogen hier niet... Vanuit de Rijksoverheid. Ja. Nou. Hartstikke idee. Nou, dan zijn we er weer bijna. Daar staat de knaus. Dus. Zo. We komen weer aan bij de knaus. Mijn goot doet hem meteen even open. En dan zal ik even. Van mij die tas nog. Kijk, want ik heb de. Oh ja, kijk. Zakje aardappels gekocht hier. En de hoes. Dit is de hoes van de fietsen die altijd. Even kijken hoor. Lichtje maken. Zo, dit is de hoes die altijd over de fiets zit. Oh ja, hij is nog nat. Dus moeten we even draaien. Maar... Kijk, je ziet de shinga's die staan er alweer in. Had ik al gezegd trouwens. En even nog een keertje dat zeil even omgooien zodat hij droog wordt. Want hier, als je je hand erin steekt, is hier gewoon heerlijk lekker warm. Nou, we sluiten zo binnen eventjes af. Dan was dit ons avontuur bij Kemperboerderij in Voorst. Nou, ik hoop dat jullie net zo van onze video's genoten hebben als wij van dit plekje. Oké. Nou, Margo, eventjes. Oh. Nee, wacht even. Even de radio uit. Zo, er was gelukkig net geen muziekie, maar hij was aan het praten. Nou, we hebben eigenlijk alles op orde, alles opgeruimd. De soep staat klaar voor vanavond en... Dit was onze laatste video van deze vlog. We gaan morgenochtend pas opruimen hoor. Ik bedoel de boodschappen die we net gehaald hebben. Dus kijk, ik heb de laptop klaarstaan. Dus ik ga eventjes deze video online zetten. Tenminste, eerst even bewerken en dan online zetten. Margo, we sluiten deze video af. Aan jou de eer. Het licht uit. Aan jou de eer. Oh. Een duimpie. Notificatiebelletje. Notificatiebelletje. En een reactie. En abonneren. Oh, en abonneren. Ja, eerst abonneren, dan notificatiebelletje. Oh, maar en een reactie. En een reactie achterlaten, ja. Oké. Okay. Dan heb ik tenminste weer morgenochtend wat te doen om... Morgenochtend heb je wel wat anders te doen. Ja, we gaan niet zo vroeg weg. Nou, Welk is het? Deze knop? Kijk. Kan ik het laten zien? Deze knop, ja. Kijk,
Dat is één. En welke en nog meer? Zijn alle vier zijn ze gebruikt. Twee. Ja, ik denk voor de video zet ik even al het licht aan. Nee, de kermistent. Oh! Dit bevalt mij beter. Oké. Okay. En dan nog even deze. Dit is ook wel een lief lampje. Ja, een lief lampje. En je kerstboom er ook op? Ja, kerstboom staat er ook op. Nou. Oké. Tot de volgende vlog, jongens.